Een hele goede middag en een hele goede avond. Kijk eens, wat leuk dat je er allemaal weer bent. Het glas staat er weer klaar voor. Leeg en schoon. Maar wordt gauw gevuld met een vloeistof. En deze vloeistof smaakt naar kokosnootolie. Of kokos, kan ook. Of, maar goed, ik zal het maar tevoorschijn halen. Het is een Coconut King. Ja, komt u bekend voor, van de Aloe King. En ze hebben in dit geval een andere etiket eromheen gedaan om ons een beetje te verwarren. Of juist voor de duidelijkheid. Ze staan nog steeds nummer 1, zeggen ze. Qua verkoopcijfers dan. En voor de rest is het gewoon heel erg duidelijk. Je ziet gewoon, het is een kokosnoot met een blad erachter. En blauwe lucht of blauwe zee. Of ergens op een eiland zou je ook nog kunnen denken. Ja, wit zand. En dit doet suggereren dat ze allemaal prijzen gewonnen hebben. Ja, wie controleert dat? Goed, ik ga maar de flesje maar open trekken. Of open schroeven. Of draaien. Nou, het ruikt heel erg naar de kokos. Een beetje naar, ja... Zonnebrand. Dat dacht ik er een aan. Ja. Het ruikt een beetje naar zonnebrandolie. Er zit ook kokosnootolie in. Dat weet ik toevallig. Ik ga maar proeven. Proost. Kokos proef je inderdaad. Ik verwacht ook dat er gewoon kokosmelk lichtelijk in zit. En misschien ook wel kokosolie. Want daar zitten toch de meeste smaken in. Voor de rest is hij vrij flauw. Dat wel. Maar hij drinkt wel lekker weg als je dorst hebt. Dat is weer een pluspunt. En weer goed voor de vezeltjes. Voor de tegen de stoelgang. Dat was het eigenlijk wel. Best wel een aanrader. Ja, dat wel. Vooral als je veel dorst hebt. Dit was Glider Jealous met een Coconut King in plaats van een Aloe King. Is dit een drankje voor een koning? Misschien stiekem. Dit was Glider Jealous. Ik wens u een hele fijne dag of anders een prettige avond. Dag.